Er wordt gewerkt met mystery shoppers, jongeren die proberen alcohol te kopen. Dat probeerden ze in Enschede afgelopen najaar 131 keer. Uit het onderzoek blijkt dat in 82% van de gevallen het de jongeren lukte om alcohol te kopen. En dat ligt flink hoger dan het landelijke gemiddelde. Belangrijk is dat we met elkaar vaststellen dat dit te laag is. En die start naar. Een landelijk percentage, die moet nu gemaakt worden. Daarvoor hebben we onderzoekmethoden aangepast, maar wat belangrijker is, en wat ook door de ondernemers werd onderschreven, is dat er nu een methodiek wordt ontwikkeld waarin dat nalevingspercentage voor 18-jarigen, dat het gewoon echt snel de hoogte in kan gaan. Daarom wordt een bureau ingehuurd dat niet alleen controleert, maar ook feedback geeft aan de horecazaken over hoe hun personeel het beste om kan gaan met jongeren die alcohol willen kopen. Ons HORECA-personeel wordt opgeleid um, he, in die, in die NIX-18-campagne. En um, um, door te toetsen, he, dus het is een methodiek die ook vier keer per jaar ons toetst of er daadwerkelijk geschonken wordt. En we krijgen op die toetsing ook weer een terugkoppeling of er geschonken is. Dus dat is uh, ja, snel resultaat. In Utrecht heeft de methodiek al succes. De HORECA-ondernemers in Enschede moeten de controle en opleiding zelf betalen. Het kosten. 480 euro in het jaar. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk deelnemers meedoen, geeft de Koninklijke horeca 100 euro en de gemeente 50 euro korting voor de eerste 40 deelnemers. Ook gaat de gemeente Enschede meer handhavers inzetten. De gemeenteraad heeft het college opgedragen daar stringenter op toe te zien. Is een ruim budget voor beschikbaar gesteld. Dat budget gaat het komende jaar ook uitgerold worden. En horecaondernemers die regelmatig de fout in gaan, lopen gewoon het risico dat ze toch eens een keer tegen de lamp lopen. En uh, ja, alleen daarom zou je eigenlijk met elkaar uh, die methodiek al moeten omarmen.